zijn één. Wereld zonder zorgen. Eén. We zijn samen voor een beter bestaan. We komen eraan. Ja, ik zal ietsje zachter, iets meer open. Ja, 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 u maakt iemand wakker. Ik heb, wat is uw naam trouwens? Mijn naam? Ja. Hoezo? Nou, u staat in uniform, u mijn ook. Naam, mijn naam is De Jonge. Mevrouw De Jonge, ja. En u bent? Enkelaar. Oké. Okay. Meneer Enkelaar. We hebben een afspraak met de koning dat wij niet onder zijn jurisdictie vallen. Ja. Dus als u vraagt, mag ik rijbewijs zien, hoef ik dat niet te laten zien. Maar de eerste vraag is, word ik verdacht van een misdrijf? Nee. Strafbaar feit? Nee. Oké, okay. Dan verstoren wij de vrede niet zoals dat hoort. En dan laten we dat wederzijds zo houden. Dan werk aan een belastingcontrole? Dat hoef ik niet, maar... Ik heb hier echt nog nooit van gehoord. Nou, dat is omdat u zo lacht, doe ik dat om u gerust te stellen. Maar wij drinken niet. Weet u, er wordt in Nederland gezegd dat je je wet hoort te kennen. Nou, u heeft zelfs een beetje juridische opleiding gehad. Ik doe het even uit, want... Nee, heb ik zeker, maar ik heb van dit echt nog... Ik heb ook nog nooit iemand... Maar ik controleer heel veel auto's. Maar ook nog nooit iemand gehad die zo'n kaartje geeft. Er zijn een aantal mensen die hebben zelfs een eigen nummerbord. We hebben ook eigen nummerborden. En die heb ik hier niet op. Vaak zijn dat die rode. Zijn meestal leuke teksten, zoals 1... N-O-V-E, U2, I love you too, en zo, dat soort dingen. En we hebben de SOCU-reeks, States of Concordurantia, of sociaal-cultureel. Ik zou even voor u blazen hoor, maar u heeft gezien, ik kan keurig rijden. Wij hebben een cinco-vouw, dus wij doen niks aan alcohol en niks aan knoklook. Als je het goed hebt, dan bent u ook niet verzekerd dan? Klopt, gemoedsbezwaarden. Ja. En dan, ja, klopt, natuurlijk, ja. Want dat is nu. Uit Utrecht, begreep ik? De auto staat in Utrecht op naam van mijn oudste zoon, Amadon. Dus het is, en die woont inderdaad op de Vulturestraat. Want dus als ik nu uw legitimatiebewijs vraag, dan zou u die ook niet geven? Ik hoef hem niet te geven. Okay. Maar ik hoef ook niet te blazen. Maar wat we overhouden is, als we niet meer aan wetten meedoen die... bedoeld zijn om mensen in slavernij te houden, vanuit de geschiedenis al. Ja, 200 jaar geleden kwam hier iemand met een roeibootje op de kust. Toen was het een republiek met vrije bataven. En wat is er gebeurd? Die meneer ging met een legertje daar op het strand staan. En die had allemaal zwaarden bij zich, dat legertje. Het is net verfilmd. Hè? Vorige week heeft u dat misschien wel gezien op het nieuws. Hebben ze met de opvolger van die koninklijke... reeks, dat is dan Willem-Alexander. Ja. In Den Haag, echt koud hè? Ja, in Den Haag hebben ze dat een beetje... Jij mag wel even inkomen zitten hoor. Nee. Maar toen zijn ze dat geverfilmd, dat, hoe trots zijn wij op het Koninkrijk. Maar wat er gebeurd is toen, is dat daar een deal was met de Pruisen en met de Russen. En nadat Napoleon verslagen was en met de Engelse koningin en dergelijke. En ze wilden die vrije Bataven met hun eigen grondwet... met gemeenschapsrecht, jury, volksjury, alles als er iets was. Die wilden ze kwijt. En toen, om handelsbelangen, hè, de VOC en alles was natuurlijk aan het roven en landenbezit. En toen hebben ze met die zwaarder gezegd, wij staan hier stil en iedereen die richting Den Helder wil lopen, die prikt zichzelf vast op onze zwaarden. Maar je mag de andere kant op lopen, naar Parijs en verder. Dat was in deze tijd van het jaar. He, dus u voelt hoe koud dat is. Ja, ja. En toen hebben ze tegen een miljoen mensen van de 3,5 miljoen die er woonden gezegd van... haven goed kun je achterlaten, kindjes kun je op je schouder nemen, loop maar naar Parijs en verder. Nou, je weet de route, hè, over de Zeelandbrug en over de Oosterscheldekering en door de tunnel bij Vlissingen. Alleen die waren er nog niet. Hè. Nog niet nee. Dus dat is een slachting geweest. Dat is een slachting geweest. Op die manier is dat koninkrijk wat nu gevierd wordt, veroverd. En sindsdien is dat doorgegaan. Weet u dat dit land geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel als State of the Netherlands? Met de Kamer van Koophandel nummer. Wil je dit opnemen? Ja, we nemen alles op. Oh, ja. Echt? Ja. En daar maken we een YouTube van.
Maar, nee. Ja, ja, dat doen we. Ja? Maar u staat er goed op. U heeft een mooie lach en u ook. Ik wil helemaal niet op de film. Dat, maar dat zou ik ook zeggen. Maar heeft u gezien hoeveel camera's er rond staan overal? Ik ben er zeker van bewust en ja. Elke boodschap wordt geregistreerd. Ja, nou, daar bent u inmiddels ook van bewust. Ik ben vanuit de buurt. Hij komt van, laat de folder eens zien. Paris. Ik heb alleen, ik heb niet de folder. Ik heb een programmaboekje. Een programmaboekje. Hij heeft de lichttoestanden gedaan van de CSW. Hoe heet het? Van de Perre. Ja, hoe heet de CSW van de Perre? De Christelijke Scholengemeenschap Walcheren. En daar was vandaag Perre Got Talent. En hij deed het geluid daar. Licht, dus spotlight. Ja, en dat was pas net afgelopen. En, maar het verhaal gaat verder. We geven een foldertje. Hebben we een foldertje van of een sticker? Even kijken wat hebben we hier. Hier zo zit een sticker. Maar... Die hebben niks rood. Ja. Ja, die mag je wel hebben. Er zit een website op. Zeker even kijken. En die website bekijkt u en dan komt hij verder. En u heeft gesproken met Pieter van Holland. Peter van Nederland of van Holland. Maar ik zit van een klein Grieks eitje in. Tussen die elletjes, Holy Land. Dat is een grapje van Saibaba. En als u meer vragen wil hebben, ik wil best... We gaan eens kijken. Ja, kijk, dit staat er ook op. Hè. Als mensen bijvoorbeeld een boete geven, dan krijgen ze ook een boete. Want dat willen we niet hebben. Maar... De vrije mensen, soeverein... Ja, die verzekering is gemoedsbezwaar. Dat is een ander verhaal. Dat heeft u geleerd. Maar... Er zijn meerdere geloven die dat ook hebben. Ja, maar dit is geen geloof. Dit is eigenlijk een geloof in de universele menselijke waarde. Dat in u en in mij en in u is ingeboren vrede, liefde, juist gedrag. En dat wil ik niet zeggen de normen, hè, maar de, wat juist is vanuit je hart. Geweldloosheid. En wat is de vijfde? Ja, geen idee. Vrede, liefde, juist gedrag, geweldloosheid. Regering of kerk, maar wij zijn de leiders van onszelf. En als het hart spreekt, zie je hoe het duister afbreekt. En alles wordt gezuiverd, verschoond en geupgrade. Ik lach breed naar de vloedgolf. We zijn met goed volk. Net nog op tijd, raak alle beperkingen kwijt. Maak een nieuwe werkelijkheid. We zijn één, wereld zonder zorgen. Eén, we zijn één voor een beter bestaan. We komen eraan.